Dit is de plek waar ik 40 jaar geleden ben aangekomen, hier in Rotterdam, in het Oude Noorden. Dit is de portieke woning waar ik een deel van mijn jeugd heb doorgebracht. Heel klein, met mijn vader en moeder. Ik was toen jong, een tiener, sprak de taal niet, kende de codes en de gebruik van de Nederlandse samenleving niet. Mijn vader woonde hier al als gastarbeider, die werkte ook in een wasserij in Schiedam. En 's avonds uitgeput kwam hij hier terug. De woonomstandigheden waren verschrikkelijk. Ze zaten met z'n tienen op één kamer, een soort stapelbedden. Ik moest de taal leren, ik moest mijn draai zien te vinden. En toen had je eigenlijk bijna niks. Er was geen inburgeringscursus, er was ook geen opvang. Dus ik heb met vallen en opstaan uiteindelijk mijn weg kunnen vinden. Het heeft lang geduurd. Ik heb over alles heel lang gedaan. Over mijn studie heb ik heel lang gedaan. Dus ik moest mbo, hbo, daarna de universiteit. Omdat ik heilig geloofde dat, en nog steeds, dat onderwijs het beste middel is om iets aan je situatie te doen. Ik heb me nooit teruggetrokken of de schuld aan anderen gegeven. Sterker nog, ik ben gewoon op zoek gegaan naar wat leeft er, wat speelt er in mijn omgeving. Zo lag natuurlijk de PvdA voor de hand. Gelijke rechten voor minderheden. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, welke religie je aanhangt. Ik voelde me daar thuis. Ik hoop over 40 jaar, dat zal ik waarschijnlijk niet meemaken, maar wel mijn kinderen. Kleinkinderen, uw kinderen, uw kleinkinderen, terug kunnen kijken op een mooi Nederland wat wij samen hebben opgebouwd, waar we trots op kunnen zijn, waar het er niet toe doet wat je afkomst is, maar waar je als individu, als burger gelijkwaardig wordt gezien en geaccepteerd. Stem 15 maart, stem op de PvdA.